coin perdu werd deze villa genoemd. Dus een vergeten hoek. Maar deze villa is helemaal niet vergeten. Althans, helemaal niet vergeten door de stad Genk. Want in dit huis is tegenwoordig zelfs een museum gevestigd. Het Emiel van Doren Museum. En Christophe Reulens, met wie ik hier nu sta, conservator hier in het huis, leek me dé aangewezen persoon om te vragen wie Emiel van Doren eigenlijk was. En deze zondag hoorde ik, is hier Barbara Taart verkrijgbaar voor de bezoekers. Ik was ook wel benieuwd wat dat is. Maar laten we beginnen met Emiel van Doren. Wie was dat? Wie is dus degene naar wie dit museum is vernoemd? Emiel van Doren was een landschapsschilder, geboren in Brussel. Maar komt rond 1890 voor het eerst naar Genk in een stroom van landschapsschilders. Genk is een kunstenaarskolonie waar een 500-tal kunstenaars samenkomen. Hij komt in hun voetsporen naar hier, maar kiest voorgoed voor Genk. Hij wordt verliefd op de Kemp, op dat fantastische landschap, maar belangrijker op Sidonie, die een herberg uitbaat, de vlam slaat over en zijn lot is bezegeld. En Genk wordt zijn thuis. Hij blijft hier, hij bouwt deze villa en het is in zijn voormalige woonhuis dat wij een museum hebben ondergebracht waar we zijn verhaal, het verhaal van die landschapsschilders en kunst vandaag samenbrengen tot een boeiend verhaal, dat hopen we althans. Ja. En de huidige expositie die heet? Over bomen en bossen. En ik dacht, ja, dat klinkt nogal onschuldig, bomen en bossen. Maar nu heb ik zelf in een organisatie voor natuurbeheer gewerkt als stagiair en heb daar meegekregen dat we in een vergelijkbaar landschap, vennen, open landschap, heide, dat er heel argwanend en vijandig werd aangekeken tegen bomen en bossen. Er werden zelfs dagen georganiseerd dat we samen allemaal berkenbomen gingen uittrekken. Maar ja, ik neem aan de kunstenaars in de 19e eeuw, dus toen zich iets vergelijkbaars voordeed, bomen dus in het landschap groeiden. De kunstenaars hebben zich er misschien heel weinig van aangetrokken en gingen gewoon die nieuwe taferelen omarmen en schilderen. Of... Ja, klopt. Ja. Dus ze schilderden zowel het open landschap, de heide, de spiegelende vijvers, daar hielden ze van. Daarvoor kwamen ze oorspronkelijk naar Genk. Maar toen Genk langzaam begon te bebossen, werd ook dat een onderwerp en zijn er kunstenaars die dat als tafereel verkozen en dus die bomen en bossen graag in beeld brachten. Nu staan we in een voormalige slaapkamer en heel goed te zien hoe dus werk van Emiel van Doren samengebracht wordt met nieuw hedendaags werk. Van wie is dit? Dit is werk van Quinten Torp, kunstenaar van vandaag, die in de rest van Doren op lijn R gaat werken. Dus het landschap buiten opzoekt om een eerste inspiratie op te doen en bijvoorbeeld deze fantastische historische eikenstoven hier in Genk op papier in dit geval of op doek vastlegt. En die doet dat niet in de zomer, maar juist in de maanden dat buitenschilderen me eigenlijk heel erg lastig lijkt. Ja. Dus hij heeft hier gekozen voor een wintersproject, een winterstraject, waarbij hij deze eikenstoven, die Struggle for Life, verbeelde. En hij vond het belangrijk om als kunstenaar ook te laten zien dat hij ook moet. Of hij nam die weersomstandigheden ook mee in zijn werk, dus de kou, de winter. Nu zondag, ik had er al iets verklapt, nu zondag is er een rondleiding om 15 uur, gratis rondleiding. Ja. Dus mocht u nog geen plannen hebben voor dit weekend, Emiel van Doren Museum, 15 uur rondleiding door deze expositie. Klopt. En er is Barbara Taart. Juist. Wat is dat? Klopt. Barbara Taart is een taart die ontwikkeld is door de kunstenaars Dimitra en Provoost voor de stad Genk. En zondag is het Sint Barbara, dat is de patrones van de mijnwerkers, uiteraard in Genk. Is zij de patroon die gevierd wordt dan op 4 december, een grote feestdag en wij serveren taart en koffie voor iedereen die wil langskomen. Een rondleiding, koffie en taart. Nou, beter kunnen we het voor u niet maken, dus zondagmiddag kom gerust naar het Emiel van Doren Museum in Genk of op een andere dag. De expositie hier is nog te zien tot en met 23 februari. Ja. Dus genoeg reden om naar Genk te gaan. Bedankt voor uw belangstelling. Christophe, heel erg bedankt voor de toelichting hier. En ik wens u, wat u ook doet, zeker een goed weekend. En tot de volgende keer.